welkom op FEM. Vandaag ga ik jullie mijn tips geven op het gebied van plannen. Geloof het of niet, ik heb ooit in een ver verleden groepstherapie gegeven waarin ik tips gaf over plannen. En daar heb ik zelf ook heel veel aan gehad. Dus die tips geef ik graag aan jullie door. Om te beginnen, dit is mijn plan notitieboekje. Het is gewoon een notitieboekje met een ringband, dat vind ik wel lekker werken. En die zit helemaal vol met to-do lijstjes en pagina's en dingen die gemarkeerd zijn. En ik werk eigenlijk altijd zo. Ik probeer iedere dag een to-do-list te maken. Nou, je ziet het, groen, geel, van alles. En dit is die van deze week. Dus zie je dat een deel al gemarkeerd is, een deel niet. En ik ga je laten zien hoe ik dat precies doe. De belangrijkste regel bij plannen is, je kan nog zo mooi plannen. Je kan nog zulke mooie hokjes maken, maar de truc is om het ook echt uit te voeren. Ik denk dat we allemaal wel een mooie planning kunnen maken, maar het uitvoeren ervan, dat is wat lastiger. Als eerste is het super handig om een to-do-lijstje te maken. Dus de dingen die je nog moet doen, die schrijf je op. Bijvoorbeeld, brief op de post doen. Dan, boodschappen doen. En nummer 3, met de auto langs de garage. Dit moet allemaal voor 12 uur gebeuren. Stel, je hebt geen idee hoe je dat gaat doen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je per ding erbij zet hoe lang je denkt dat je ermee bezig bent. Stel, een brief op de post doen. Het is 10 minuten lopen naar de brievenbus. 10 minuten, 10 minuten terug. Nou, ongeveer 25 minuten ben je ermee bezig. Zet je dat erbij. Boodschap, hoe lang ben je ermee bezig? Stel, de Albert Heijn zit om de hoek, dus je bent zo klaar. Nou, 30 minuten. En met de auto naar de garage, dat is toch wel een kwartier rijden. En misschien moet je nog even wachten. 3 kwartier. Dus 45 minuten. Nou, dit geeft al rust. Want nu kan je precies zien hoeveel tijd je kwijt bent vanaf nu. Als je het nu gaat doen, dan ben je in principe... Nou, dit is bij elkaar... Het is iets minder dan 1 uur en 3 kwartier. Maar ja, doe een beetje spelen, dus 1 uur en 3 kwartier. Vanaf nu 1 uur en 3 kwartier als je nu weggaat. Nou, dat geeft eigenlijk al een soort orde in je hoofd. Dat je denkt, oké, dus als ik wil, kan ik voor die tijd klaar zijn. Maar dan moet je wel gelijk beginnen. Een hele leerzame methode is om eerst te kijken naar hoe je planning er nu uitziet en wat je eigenlijk doet iedere dag. Dus wat ga je doen? Je gaat per dag een pagina uit je notitieboek nemen en daar schrijf je de datum op. Zeg je bijvoorbeeld, dit is maandag. En dan ga je op elke zin... Zet je neer wat je in dat half uur hebt gedaan. Dus laten we zeggen, je staat op om 9 uur. Nou, dan schrijf je hier op wat je om 9 uur hebt gedaan. Douchen, ontbijten. Oké, 9 uur 30. Wat deed je toen? Telefoontje. Daarna mail gedaan. Dan, 10 uur. Nog steeds bezig met mail. Maar wees ook eerlijk. Wees heel eerlijk. Stiekem heb ik ook op Facebook gezeten. Een kwartier. Oké, 10 uur 30. Wat deed je toen? Nog steeds op Facebook. Hè? Kijk, nou daar zie je al een beetje dat het misgaat. Je denkt, wacht eens even. Ik zit wel heel erg veel op Facebook tussendoor. En doe dit voor de hele dag. Totdat je gaat slapen. En doe dit een week lang. Zodat je elke dag ziet wat je doet. Als je het nog heftiger wil doen, kan je het per kwartier doen. Maar dat is echt, dan moet je elk kwartier van de dag moet je kijken, wat deed ik. En niet met terugwerkende kracht doen. Nee, je moet echt proberen je stopwatches te zetten. Dus echt dat je telefoon afgaat, dat je denkt, oh ja, even noteren wat ik aan het doen ben. Nou, aan het einde van de week bekijk je je schema. Stel, we doen even alsof het helemaal volgeschreven staat. En dan ga je globaal kijken waar jouw tijd naartoe gaat. En tel het ook op. Stel je voor dat dit iedere dag gebeurt. Dat je iedere dag 1 uur op Facebook zit in de ochtend. Aan het eind van de week heb je 7 uur gefacebookt. Is dat nou echt nodig? Ga bij jezelf na. Is dat nodig dat je 7 uur... Dat is wel een hele werkdag bijna. Dus wat nou als je die 7 uur Facebook verandert... en dat je in plaats van Facebook iets anders gaat doen? Nou, denk daar goed over na. Wat zijn je prioriteiten? En dat is denk ik de allerbelangrijkste tip die ik kan geven qua plannen. Bekijk je huidige planning. Kijk waar je veel tijd aan besteedt. En het zal je nog verbazen waar je veel tijd aan besteedt. Want ik weet nog toen ik dit voor het eerst deed... Toen wist ik niet dat ik zo enorm veel op internet zomaar zat te surfen. Dus gewoon dingetjes opzoeken. Twitter en Facebook, dat is wel werk voor mij eigenlijk. Maar ja, gewoon random dingen lezen en zo. En opzoeken en Ninekijken en dat soort dingen. En toen dacht ik, wacht eens even. Als ik al die tijd nou neem en in plaats van dat doe, steek ik dat in het editen van een video of wat dan ook. Dan ben ik uiteindelijk sneller klaar.
En het werkt. Want je krijgt inzicht. Je denkt, waar ben ik nou mee bezig? Schrijf het ook op voor jezelf. Dus je zegt, nou, 7 uur Facebook. 5 uur bellen met een vriendin. Weet je, dat soort dingen dat je denkt, kan ik dat ook anders doen? Weet je? Ja, het kan. Anders kan jij met je eigen planner. Dus je kan tegen jezelf streng zijn als je in de ochtend dus weer opstaat en je denkt, Facebook, Facebook, Facebook. Nee, weg aan het werk. Dus elke keer als je dan ziet dat je Facebook doet, nee, ik ga editen. Bijvoorbeeld. En je zal zien dat dat werkt. En dan moet je voor de gein, moet je na een tijdje weer zo'n schema kijken. En dan kijken hoe het dan gaat. Hoeveel uur besteed je dan aan al die dingen. En ik denk dat je op die manier heel makkelijk jezelf een nieuwe planning aan kan nemen. Dus dit was mijn tip wat betreft het planning doen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt voor het kijken. En